In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Goedemorgen, van harte welkom op deze tweede Paasdag. Nog steeds in de vreugde van het paasfeest, 8 dagen lang, vieren we het feest eigenlijk nog door. Dat is ook hoorbaar in de lezingen van vandaag. We lezen verder uit het boek Handelingen. We zullen in de komende weken nog veel verschijningsverhalen van Jezus horen. Maar vandaag horen we hoe Petrus het woord neemt en tot de omstanders duidelijk maakt dat zij zijn gezonden, zij zijn de leerlingen van Jezus, gezonden zijn om zijn werk voor te zetten en ook om de lijn van aartsvader David voor te zetten, koning David, zodat aan het koninkrijk, het rechtvaardige koninkrijk van God, geen einde zal komen. En in de evangelielezing van vandaag horen we hoe de vrouwen het lege graf vinden, hoe ze zich verbazen, het lichaam niet kunnen vinden, en hoe soldaten hen proberen op het verkeerde been te zetten door duidelijk te maken dat het lichaam wel gestolen zal zijn. Allemaal manieren om om te gaan met het goede nieuws dat Jezus echt is verrezen. Verbazing en enthousiasme horen we in die lezingen terug. Verbazing en enthousiasme, verwondering, dat is een levenshouding die eigenlijk goed bij christen zijn past. Maar niet altijd lukt het ons om zo te leven. Laten we daarom ook vandaag eerst even naar ons eigen leven terugkijken. Laten we God danken voor de goede momenten die er zijn geweest. En laten we het gebed om vergeving bidden voor de keren dat het beter had gekund. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Is the soul.
Laat ons bidden. God, Gij schenkt steeds nieuwe kinderen aan het Rijk van God. Geef dat de dienaren van dat Rijk in hun levenswijze trouw blijven aan het sacrament dat zij in geloof hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen. En gaan we luisteren naar de eerste lezing. De eerste lezing is uit de Handelingen van de Apostelen. Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten. Gij allen, mannen van Israël, luistert naar deze woorden. Jezus de Nazoreër was een man wiens zending tot u van Gods wegen bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen die God door hem onder u heeft verricht. Hem die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Maar God heeft hem ten leven opgewekt, na de strikken van de dood te hebben ontbonden, want het was onmogelijk dat hij daardoor werd vastgehouden. Doelend op hem, toch zegt David, de Heer had ik voor ogen, altijd door. Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde. Ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt ge mij doen kennen. Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn. Mannen, broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij gestorven en begraven is. Wij hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. Wel nu, omdat hij een profeet was en wist dat God hem een eed gezworen had dat hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus dat hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan
zijn wij allen getuigen. Tot zover deze lezing. De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd gingen de vrouwen terstond weg van het graf, met vrees en grote vreugde. En zij haasten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide: wees gegroet. Zij traden op hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden hem. Toen sprak Jezus tot hen: wees niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Terwijl de vrouwen nog
onderweg waren, gingen enkelen van de bewakers naar de stad en berichten aan de hoge priesters alles wat er was voorgevallen. Deze hielden een bijeenkomst met de oudsten en na overleg gaven ze aan de soldaten een flinke som geld met de opdracht: zeg maar, zijn leerlingen zijn hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. En mocht dit soms de landvoogd ter oren komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en ervoor zorgen dat gij geen last krijgt. Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. Dit is het verhaal. Dit verhaal onder de Joden wordt verder verteld tot op de dag van vandaag. Zo spreekt de Heer. Hij dankt een God. Vanaf de dag van vandaag, of gisteren eigenlijk, zullen we steeds mee blijven leven met de verbazing van de vrienden en vriendinnen van Jezus. Niet alleen het graf is leeg gevonden, maar hij leeft nog steeds. En die verbazing komt tot uiting in de toespraken die we geregeld zullen horen in de komende tijd, maar ook in de verschijningsverhalen. Dat men er destijds ook nog niet zo goed raad mee wist, blijkt wel uit het slot van het Matthäus-evangelie, wat we zojuist hoorden. De hoge priesters en de oudsten, gealarmeerd door de bewakers, kopen de soldaten om de mogelijke onrust over het volk, over het verdwenen lichaam van Jezus, de kop in te drukken, want ze weten er geen raad mee. Er was in hun idee al onrust genoeg ontstaan rondom de dood van Jezus. En men wilde voorkomen dat de voorspelling dat hij uit de doden was opgestaan zou uitkomen en nog meer onrust onder het volk zou veroorzaken. Voor de kleine groep vrienden en aanhangers van Jezus moet die opwinding tamelijk groot zijn geweest. Want we hebben de afgelopen week met hun gezichtsveld op de wereld meegeleefd. En dat is voortdurend veranderd. Waar ze zich aanvankelijk enthousiast hadden aangesloten bij de beweging van hun leraar Jezus, was uiteindelijk alles op een grote rel en mislukking uitgelopen. Jezus was immers als Joodse leraar, rabbi, publiekelijk belachelijk gemaakt en uiteindelijk tussen misdadigers veroordeeld. En de hoop die men had dat de verhalen uit de schriften nog eens werkelijk uit zouden komen en in de persoon van Jezus tot vervulling zouden komen, was door alles wat ze mee hadden gemaakt in Jeruzalem bij zijn arrestatie en dood behoorlijk de grond ingeslagen. En juist daarom sloegen waarschijnlijk die verschijningen van Jezus en de verhalen die erover verteld werden in als een bom. Wat Jezus van tevoren had gezegd, blijkt dus werkelijk gebeurd te zijn. Wat duidelijk wordt gemaakt door die verschijningsverhalen, is dat Jezus nog altijd leeft. En dat hij daarom hijzelf degene was die men allang had verwacht. De Messias die zelfs de dood zou overwinnen voor de mensheid en van wie men had aangekondigd dat hij uit de lijn van David zou zijn. Juist doordat Jezus werkelijk verscheen aan zijn vrienden, maakt hij duidelijk dat het ernst was met zijn beloftes dat er echt een nieuwe tijd zou aanbreken. En daarom ook geloofden de eerste christenen in hun enthousiasme dat zij zelf nog mee zouden maken dat de Messias terug zou keren naar de wereld om een nieuwe tijd te laten aanbreken en een einde te maken aan alle onrechtvaardigheid.
in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, maar ook in de verschillende evangeliën, kun je daar nog geregeld sporen van teruglezen. Als je werkelijk denkt dat er bij wijze van spreken over een uur een andere tijd kan aanbreken en onze tijd kan eindigen, dan maakt zo'n perspectief dat je heel anders in de wereld staat en heel anders in je leven gaat staan. Je verwacht dan dat er ieder moment een nieuwe wereldorde kan ontstaan, waarbij niet langer oorlog en dood regeren, maar rechtvaardigheid en vrede. Voor ons, na meer dan 2000 jaar Pasen vieren, is dat die verwachting anders van aard geworden, veel minder heftig geworden misschien. Wel is het nog steeds een feest van hoop en verwachting dat we ieder jaar weer met vreugde vieren. En ieder jaar opnieuw is er reden om dat te vieren. We vieren in woord en gebaar dat het ideaal van dat nieuwe rijk van God ons nog altijd op de been blijft houden. Dit jaar is het weer bijzonder actueel gekomen door de komst van een nieuwe paus Franciscus, teken van hoop voor velen. Het maakt in ieder geval duidelijk dat het ideaal waar christenen aan mee willen werken geen abstract politiek ideaal is dat alleen maar op hoog niveau bediscussieerd wordt of door regeringsleiders moet worden uitgewerkt. Het christendom is altijd een religie geweest die zich richt op de realiteit van alle dag. Daar moet het gebeuren. Het betekent niet dat er geen politiek nodig is, maar in de praktijk van alle dag moet het handen en voeten krijgen. En de toon van eenvoud en verzoening van onze nieuwe paus lijkt daarbij naadloos aan te sluiten. De kerk zal niet in staat zijn om alle problemen in korte tijd op te lossen, maar wel wordt er een teken gesteld van hoop in eenvoud. Voor de leerlingen van Jezus, en daarover horen we in de komende weken nog heel veel in de lezingen, is die nieuwe tijd al begonnen. En zij verwachten ook dat dat ieder ogenblik de consequenties zal kunnen krijgen. De belofte van God dat de dood voor de mens voorgoed zal zijn overwonnen, is voor hun al waargemaakt. Voor hen is de nieuwe tijd eigenlijk al begonnen. Wij moeten nog leren met die werkelijkheid te leven, want voor ons is het een stuk verder weggeraakt. Maar er is ook een andere kant. God zet ieder van ons in als instrumenten om die nieuwe wereld werkelijkheid te laten worden. We hebben daar allemaal een functie en een rol in. En dat kunnen we doen door in het concrete van leven van alle dag te leven in de geest van Jezus en te doen wat Hij in zijn eigen leven al deed. Handen en voeten geven aan het rijk van God door nabij te zijn aan zieken en zondaars, door mensen steeds opnieuw kansen te geven en door, als het nodig is, op te komen voor rechtvaardigheid in de samenleving. Wie zo leeft in de geest van Jezus, zal ook zijn geest handen en voeten geven, mee gestalte geven en helpt de wereld mee verrijzen tot een wereld van nieuw leven. Laten we proberen om in die vreugde in de paastijd naar Pinksteren toe te leven, om zo in de kracht van zijn geest te kunnen getuigen van wat hij gezegd heeft. Laten we als teken van onze hoop dan de woorden van de geloofsbelijdenis bidden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Het is mooi dat we onze hoop hebben uitgesproken.
Eigenlijk is het maandag en had dat dus niet bij de liturgie gehoord. Maar het is goed dat we onze hoop uit blijven spreken. Keren wij ons in onze voorbeden tot God, die een God van levenden is en niet van doden. Nu wij bidden voor de kerk waarin Jezus voortleeft, dat zij een levende en levendige kerk is die velen bezielt. Dat zij niet gevangen zit in regels en organisatiemodellen. Laat ons zingend bidden. Voor hen die macht hebben over medemensen. Dat Jezus voor hen tot leven mag komen. Dat ieders welzijn hun hoogste doel is. En zij nooit neerzien op medemensen. Laat ons zingend bidden. Bidden wij voor allen die geloven dat Jezus in hen voortleeft, dat zij zich in zijn geest inzetten voor zieken en eenzamen en zij de rijkdom van de wereld eerlijk verdelen. Laat ons zingend bidden. We bidden ook voor onze overledenen. Vandaag wordt ons gebed gevraagd voor Toon Otten, Marianne en Johan Nienhaus Jansen, voor Jan-Willem Bukkers, voor een overleden familie en uit dankbaarheid. En we bidden ook voor de parochianen die in de afgelopen week zijn overleden. Dat zijn Bert Willem Skrevel, Nelly Jansen Derks, Theo Honing, Greet Jansen van Oosterom, Annie Arts van Duinhoven, Wim Peters en Wim van Gemert. Dat onze overledenen mogen verrijzen met Christus in het eeuwige licht. Laat ons zingend bidden. God, Vader, in uw Zoon Jezus Christus hebt u ons een nieuw gezicht gegeven op de wereld en op ons leven. Wij vragen u dat we in die geest kunnen leven en gestalte kunnen geven aan uw Rijk van God. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. We gaan het altaar klaarmaken voor de dienst van de tafel en intussen is het de collecte en wordt er een lied gezongen.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, aanvaard de gaven van uw volk. Mogen alle die door de belijdenis van uw naam en door het doopsel tot nieuw leven zijn gekomen, het eeuwig geluk bereiken door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is, het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven. Voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel. De machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redden van de dood. We danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon,
en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze bisschop Antonius en zijn hulpbisschop Robertus en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood van ons zijn heengegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, ge hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één.
Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wensen elkaar die vrede van Christus toe. Zalig zijn wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Beste parochianen, het is nu bijna 3 maanden geleden dat Jan Willem Bukkers plotseling is overleden. Als koor hebben wij ongeveer 8 jaar met hem mogen zingen. Voor ons was dat een heel fijne tijd. Dankbaar zijn wij dan ook voor al het mooie dat hij ons geleerd heeft. Een van die liederen die hij en wij heel erg mooi vinden, zullen we nu zingen. En onze gedachten gaan zeker ook uit naar Kitty en de kinderen. Stay.
Laat ons bidden. Heer, mogen de vreugde van dit paasmysterie overvloedig vrucht in ons dragen. Wij vragen u dat ons leven mag beantwoorden aan wat we hier hebben gevierd en ons zicht mag geven op eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen. Tot slot zijn er de mededelingen. Overleden is Wim Peters en voor hem is morgenmiddag om 14:00 hier in deze kerk de uitvaart. En Wim van Gemert is overleden en voor hem is donderdag om 14:30 de uitvaart hier in deze kerk. Dat waren de mededelingen. Tot slot vragen we om Gods zegen over ons allen. Ik wens u allen een heel zalig Pasen toe, een vreugdevolle tijd. En we zingen samen nog het slotlied. De steppe zal bloeien. De Heer zal bij u zijn. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaan we heen in vrede.